Start recording. Hello, it's me, Mario. Woohoo! Welcome back to a new livestream of Let's Play Pokémon Soul Silver Randomizer. Yay! Oké, genoeg met Mario bullshit. Hi, ik ben er weer. Waarom livestream je niet de livestream? Inceptie? Hè? Waarom livestream je niet de livestream? We zijn weer terug, YouTube! Dit is nog steeds de livestream van 21 mei 2016. We zijn in de gym. En Erik en ik zijn er ook weer bij. Inderdaad. Yep. En Blob was er gisteren heel eventjes... Of gisteren, mij nou bij de vorige aflevering even bij. Maar ja, nu niet meer. Helaas voelt hij zich niet helemaal lekker, dus hij is... Oké. ...naar bed gegaan. Ja. Nou, in ieder geval beterschap. Mocht je dit eens kijken, dan weten we dat. Weet je dat wij beterschap hebben gezegd. Oké, Black Belt Yoshi. Heeft hem... Dag! Doei! Tot ziens! Nee! Begin maar! I'm done! Aww. Nou, dat was wel een hele korte aflevering dan. Aww. Florian. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Nee, goed. Stefan. Gaat het nog met je? Ik heb een idee. Ik heb een idee. Dat wil ik er weer gezellig hier zo bij zitten zo? Ik noem hem Jolteon, normaal nou. Ik ben helemaal van streek, jongens. Vporen, ook om er gezellig bij zitten zo. Nu laat je Vaporeon toekijken of ik met andere Vaporeon neerhaal. I don't care. Ik wil Pokéballs gooien. Probeer het gewoon. Ik heb het ook geprobeerd. Oh. Wauw. Waarom spel? Dit is zo not fair. En dan heet hij ook nog Black Belt Yoshi. Dus Yellow Yoshi heeft echt zoiets van... Buddy, maat. Ja, is niet leuk hè dit. Nee, is niet leuk hè. Jawel. Zeepshart. Zordit. Ja, dit is niet leuk meer. Vaporeon die blijft hier nou gewoon bij. Ik bedoel, we zijn in deze... livestream al een Eevee weer tegengekomen en nou ook nog een keer een Vaporeon. Nou, laat de volle bak naar me komen. Zubatman wordt boos. Oh nee. En dan is het ook nog eens een Vaporeon die niks anders doet dan Sand Attack spammen. Is dit een dit is echt een Vaporeon van Mimei. Ja! Sorry. Ja, het is een baas. Zeepie, waarom zitten Leafeon en Glaceon niet in de animatie van de Pokéball? Omdat ik daar de gif nog niet van heb kunnen vinden. En ik heb het heel druk gehad de laatste tijd, dus mijn excuses daarvoor. Sorry, Vaporeon. Mijn Vaporeon die heet trouwens Aquamente, voor de mensen die het willen weten. Nee, sorry, Vaporeon. Maakt niet uit. Nee, we hebben nou Vaporeon hier ook op bij ons, hè. Dus, Mario wordt toch weer langzaam terug de Eevee trainer. De kleding die ik normaal gesproken aan heb. Iets we in die denken, trend. We denken nou gewoon dat jij de Eevee trainer bent. Dat ben ik ook. Ja, maar je hebt met Mario terug. Nee. Ik bedoel, ik trek niet elke keer dezelfde kleding aan. Ik ben niet Ash. Waarom vergelijkt iedereen iedere Pokémon trainer met Ash? Nou, bij generatie 4 of 5 heeft hij zijn kleding veranderd. Dat moet hij weten. Serieus, ik ga hem niet stalken, mij boeit het helemaal niks. I guess you will never know. Black Belt Knob. Oké, ik wou wel zeggen, als jij ook weer een evolutie of iets in die trend heeft, ik word boos, ik ga huilen, ik ga agressief worden. Ik sla je op je bek.
op je bekshin. Nee, ik zeg jullie heel eerlijk, beste kijkers. Ik ben nooit een grote fan geweest van Ash. Nooit. Nee. Ash was eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, Ash was de reden dat ik in de eerste paar afleveringen Pokémon nog niet eens had gekeken. Ik vond de wezentjes leuk, maar ik vond de ventje irritant. En toen wist ik nog niet eens dat hij Ash heette. Nou, grote kans dat volgende seizoen bij Pokémon, niet bij X-Men of Time van de volgende met de serie dat Ash vervangen wordt. Nou, ik heb gewoon Ash nooit gemogen. Ik bedoel, Pokémon, ik vind het een hartstikke leuke serie. Tot en met de tweede generatie. Tot het verhaal de hele tijd om Ash heen draait. Daar word ik ondertussen een beetje moe van. Team Rocket word ik een beetje moe van. Die pratende miauw word ik zelfs een beetje moe van. Ja. Dus ja. Zelf was ik ook altijd gewoon gefascineerd door de Pokémon-wereld. Maar inderdaad, hoe ze Pokémon brengen? Nee. Ik bedoel, het is wel leuk dat je inderdaad één iemand dan volgt met zijn avontuur, of een groepje inderdaad volgt met de avonturen van Pokémon. Maar laat het dan ook echt bij de avonturen van Pokémon zijn. En niet van, hey kijk, ik heb een Pokémon die moeite heeft met evolueren. Nou en? Help mij! Nee. Gewoon die zijn eigen verhaal volgen, weet je wel? Gewoon van, nou prima, we helpen dan nu en dan wel een keertje iemand, zoiets. Dat is geen enkel probleem. Maar dat het meer gefocust wordt op die kracht en niet elke keer van die random verhalen. Zeep is moe. Nee, dat valt wel mee. Dan moet ik zeggen dat ze het wel hebben goed gedaan bij die Pokémon Origins serie. En de volgende keer in Porygon Z. Wauw. Die grap moest gemaakt worden zeker. Ja. Wanneer leert Boompje eigenlijk nou zijn sterke aanval? Op level, ik heb geen idee. Inderdaad. Voor een Glaceon en een Leafeon gift toe. Als ik die gift heb, misschien volgende livestream heb ik ze klaar liggen. Weet je waar, we gaan gewoon Fjordcut spalen. Ik bedoel, we hebben het geleerd. Hij gaat recover doen. Er zit nog steeds in mijn neus, wat irriteert. Wacht hem mee. Het is echt vervelend, jongens, dit. Echt. Deze gym heeft bijna elke trainer een evolutie. Ik haat deze gym. Ik ook. Oké, Fjordcut die raakt nu weer, dus dan zou die meer schade moeten doen, toch? Ja, dat weet ik, maar die kan ik er nou niet in toevoegen. Oh, ik zit al livestreamen, dus live ken dat niet. Nope. Wat was dat voor een geluid? Wat was dat voor een geluid? Ik heb geen idee. Dat was een Pantyviel. Van mij. Wordt Furrycat er nog sterker? Want hij blijft nog recover doen, dus dat is gewoon irritant. Jij bent een appel! Oh, nu krijg ik trek in een appel. Laat ik wel van de appel vallen. Oh, verdomme. Op level 29 leert hij Leaf Blade. Maar hij is nou recover aan het spammen, dat is zeer irritant. Ik kan wel zeggen, zeer irritant. En Furycutter wordt niet sterker. Furycutter is een verschrikkelijke aanval. Jo. Oh ja, dat is natuurlijk zo'n tot 5 aanval die je nooit 5 keer doet. En 1 Psybeam maakt Boompje af. Mooi, ik kan eindelijk Waterkip gebruiken, maar volgens mij was Porygon Z een normal type. Nee, Psychic. Nee? Wel toch? Nee? Ah, hij doet alweer recover, ik word hier zo zoek van. Nee hoor, want Double Kick doet is super effectief. Oh ja, oké, nou dat is. The more you learn. En Psybeam, dat is super effectief, omdat ik ben namelijk ook een fighting type. Dan vergeet ik elke keer mijn waterkip.
Gooi gewoon een granaat naar zijn kop, joh. Vanaf nu heet Zelda Player Zoo Batman Gaming. Ik heb al zoveel namen. Schei uit, joh. Gewoon Zelda Player 20 Producties of ZP20 Studios Productions heb je ook al. Hashtag te veel namen. Make it happen. Nou, zo te horen heeft hij niet genoeg namen. Hier in actie, bedenk zoveel mogelijk namen voor hem. Ja, net zoals dat ik nou een naam voor Mumen ga bedenken. Feebas. Hey. Jongens, in de chat, hashtag neem nieuwe naam voor Stefan. Wat is je falende... Hè, wat? Wat is je falendste betel ooit? Ja, dat je... Betel. Battle. Meest falende battle. Oké. Maakt niet uit dat je dyslexie hebt. Dan komen we... Maakt het spannend. Is gewoon positief. Mijn meest falende battle. Ik weet die wel. Oh? Ja, van mij dan. Oh, van jou? Ja. Ik wil wel zeggen, want ik heb niet echt tot nu toe nog een falende battle of zo gehad. Nee. Nou, ik had... Mijn meest falende was tegen jou. Ik zit eventjes te denken, hoor. Whitney, Pokémon Crystal. Ja, dat klopt. De Pokémon was in... Ja, er zijn meerdere Ampharos. Het is niet de enigste, hè? Neem Eevee Master. Nee, Master vind ik te ja, te preacher ik van... Ik ben Master. Nee. Klinkt niet positief, inderdaad. Nope. Ik ben gewoon Eevee trainer. Hashtag name Eevee trainer. Me and my Eevees. We will see you at a convention in the Netherlands. Bye bye! Oké, dat was zo afgerept van Markiplier. Nee, maar ik ben bij heel veel evenementen inderdaad als Eevee trainer aanwezig. Dus. Of Mario. Ik bedoel, er is er wel eentje. Ja, de andere. AnimeCon is dan in Den Haag. Maar. Ja, mocht Den Haag te ver weg zijn, misschien is Os dichterbij. Dat weet ik niet. Daar zit toevallig Tomoplay, dus. Voor mij wel, voor mij is het dichterbij. Ja, voor jou is dat nog dichterbij zelfs als voor mij. Ja. Maar daar zeggen wij niet te veel over in livestreams, want anders hebben we dadelijk echt zo van, oké, krijgen we van die speurneuzen, waar zitten hun? Ja. Dit is de omgeving Os, en die ene zei dat hij dichterbij woonde dan die andere. Dus Zeep woont verder weg als hij, maar waar woont hij? Dat weten we niet. Dan gaan we nou, en dan zien ze allemaal zo'n detective petje dragen. Nou, ik zal heel veel zeggen, ik woon in ieder geval niet in Limburg. Oké, en ik zal in ieder geval... Jullie weten van mij dat ik in Brabant woon. En daar wil ik ook, dat is de enige info die ik daarover geef. En ik woon ook in Brabant. Want daar brandt nog licht. En ik niet. Dus het is helaas niet zo makkelijk om constant bij jou langs te duiken of zo. Nee, Mario trainer. Hi, ik train mijn Mario. How to train your Mario. Nou, we hebben al een Mario player. Mario / Eevee Abomination. Wauw. Waar woon je dan? Dan kan ik je stalken. Ik woon in een huis, derde kliek aan de rechterkant. Met de straat van, ik heb geen idee. Robin die woont namelijk bij de eerste kliek aan de linkerkant, dus ja. Hoe weet jij dan? Omdat jij dichter bij dat event woont dan ik. Shit. Hij heeft het door. Ik had het voor de volgende livestream, had ik vorige mij echt zo blage laan of zoiets, weet ik wel wat ik zei. Het was mijn broertje was hier aan het helpen. Oh ja, maar wacht even, je woonde toch in Staalburg? Staalburg? Oh ja. Staalburg, ja. Oh ja, Staalburg maakte ik ervan. Ik weet alleen niet meer de straat, die was een beetje lastig. Dat was inderdaad die raam. Pijpwijk. Staalburg, Pijpwijk. Ja, misschien was het Zijk aan Zee of Zijk aan Duursteden, ik weet het niet meer. Plek, ja. Umbreon Man. We hebben Vaporeon hier nou bij ons. Al kijkt hij wel zo naar boven toe van... Serieus. Ga zo. Zo.
Om een beetje gewoon fatsoen blijven zitten. Oké, nou, we hebben het kraantje weer dichtgedraaid. We gaan naar een gym battle. Yay! Oké, voor alle gym battles altijd 7 als hij een evolutie heeft, hè. Als hij een evolutie heeft, dan zal ik hem! Dan zal ik hem! Hij heeft geen evolutie, maar een I. Nee, die heeft hij niet. Oh nee? Nee. We zullen het zien. We zullen het zien. Na de reclame. Stil, Chuck Norris gaat praten. Brrr! The burning waterfall right onto my head! Arrgh! Why did you stop the waterfall from pouring on me? You just spoiled my training! I have to warn you that I'm strong! Trainer, training every day under this waterfall. What? It has nothing to do with Pokemon? But that's true. Come on, we shall do battle! Ik vond zijn introductie bij de oorspronkelijke Gold en Silver veel leuker. Daar smeet hij gewoon een steen door de muur heen. Maar goed, we moeten dus tegen Chuck. En Chuck heeft ook een We hebben de hele Porygon-familie gezien! We hebben Porygon, Porygon 2, Porygon 3. Er was een episode met Pokémon, waarbij ze een Porygon hadden en die episode is gewoon verwijderd in heel veel Prima. Ik hoop dat het blijft staan, jongens. De Zeep Challenge. Nou, inderdaad, de anime, de aflevering van Porygon, die is helaas aardig problematisch geworden. Ik hoop dat ze nou blij zijn. Ze vroegen ze voten voor hem tot ik de Vaporeon op mijn hoofd deed. Het brengt geluk. Maar met die Porygon aflevering, daar hadden ze in bepaalde scènes heel erg lichtflitsen, felle kleuren, die voor mensen die gevoelig zijn voor epileptische aanvallen... Wacht even. We didn't last yet. Jouw final Pokémon is een Psyduck. Ik heb medelijden met je, ik swap nog niet eens. Wow. Jouw Psyduck kent Furry Swipes. Wauw. Maar even terugkomen op die aflevering. Nu komt er een... Jongens, we zijn in een gym battle. Sorry, ik was het even vergeten. Zijn final Pokémon, Psyduck, level 31 met aanvallen. Furry Swipes. Citrus Berry. Screw jullie nog even met die aflevering. Nona Jet. Serieus, je hebt een Psyduck. Oh, waarom gebruikte je net geen Water Pulse? En het werkt... Oh, Chuck. Misschien moet je wat meer focussen op Fighting Types, Pokémon. Van Psyduck heb jij geen kaas gegeten. Zeker geen logica's. Met een broodje gezond bestand. Ingesmid met boter. My last. How about that? Alright, you are worthy of the sword match! Dank voor het middel op Bowser. Ja, inderdaad. Oké, ik weet niet, volgens mij kreeg je submission of zo van hem? Geen idee meer. Wat voor aanval is geen idee? Focus Punch, oh. Oh, die is nice. Volgens mij is dat Amnesia. Geen idee meer. Amnesia, de Dark Descent? Ja. We hebben HM2! We zouden kunnen fly leren, maar ja, het probleem is, we hebben helaas geen Pokémon die fly kan leren. En mom! Mom! Hi, ik heb net een badge gehaald. Leuk hè, maar jij hebt mijn geld weer gespendeerd. Mom, ik wil niet dat jij dat doet. Mom, ik vind het gemeen. Mama. Nee. Waarom Mama spendeert mijn geld. Waarom ik heb je niet om gevraagd. Laat mijn telefoon toch nu eens met rust. Mama. Ik ga helemaal nergens over, jongens.
Weet je wat, in deze livestream komen we sowieso nog bij een tweede gym badge. Yay! Maar voordat wij dat gaan doen, eventjes van Pokémon wisselen, want anders komen we ik weet niet hoeveel irritante Pokémon tegen. En dan bedoel ik dus geen evolutie, maar dan bedoel ik, hoe heet dat beest ook alweer? Trapinch. Yep. Ja. En nog erger in Tentacool. Ja. Oh, het wordt wel heel erg donker, jongens. Ik ga even een lampje aandoen. Nee, ik had wel een lampje. Jolteon, doe eens eventjes een donderschok. Ik heb stroom nodig. Dankjewel. Ging veel beter. Jongen, ja, Eevee. Dat is een goed idee. Maar ik begon het ook erg donker te worden. Cyndaquil, doe Sintel. Dankjewel. Pak even de branddeken er gelijk bij. Oh, die heb ik al. Do you believe you can fly? I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Catch an Eevee and fly away. I believe I can catch. I see me running through that open door. Gotta catch him all. Pokemon. Is Spiritomb een legendary? Nee, toch? Nee. Het wordt wel gezien als een van de, een soort van mythical, maar het is geen legendary. Ja, maar Mew en Celebi werden toch ook als mythical gezien? Nou, waarschijnlijk. Nou, ik denk dat het gewoon legendary zijn, Mew en Celebi. Well, it's gonna be a legend. Wait for it. Mythical, dat is een nieuwe groep tegenwoordig, is Mew geen legendary meer. Bullshit. Die is dus nu Mythical inderdaad. Bullshit. Het is gewoon een nieuwe groep, maar eigenlijk gewoon alle Mythical Pokémon die zijn gewoon legendary. Punt. Behalve Spiritomb. Spiritomb is geen legendary. Oh nee, ja, trouwens, daar waren jullie helemaal, dat ben ik helemaal vergeten. Toen wij het over de topic hadden van tot Lickitung geen lick kon leren, was er nog een Pokémon die een aanval niet kon leren. En nou weet ik weer welke Pokémon dat was. Dat was Growlithe. Of Growlithe. Tomato, tomato. Die kreeg een Growl leren. Ja. En voor de mensen die moeite hebben met de Engelse taal, Growl betekent grommen. Dus die kan de gromaanval niet leren. Een Growlithe met de naam Growl nog in zijn naam. Net zoals Lickitung met het woordje lick in zijn naam. Dat is precies, hè? Nee, want we hebben niet de Pokémon die we kunnen leren. Hi, Dunsparce! Dit is mijn Objectsol. En hij gaat jou helemaal neer headbutten. Dat is toch super... Ja, dat is toch niet effectief, want dat is een Ground-type. Ground is niet sterk tegen Normal-type. Dat is Rock waar je nou over denkt. Oh, oké. Okay. Vlieg met die Jalken naar de Regenboog-rainbow. We zijn heel muzikaal vandaag. Mocht je het nog niet doorhebben. Hi, wil jij ook nog vechten? Ja, hè. Eigenlijk best wel ironisch hoe dat we bij die gym net een water-evolutie tegen zijn gekomen, de Vaporeon. Eigenlijk best wel ironisch. Maar het was geen water-gym. Nee, maar je hebt wel water dat je waterhil moet oversteken om daar te komen. Ja, dat wel. Logica is nog niet uitgevonden in Pokémon. Oh, jawel hoor. Maar ze snappen het gewoon niet. Nee. Dat komt omdat ze het niet sniept. Snappen. Snie, sna, snap. Objectsol is de sterkste Pokémon! Ja, dat valt wel mee. Van ons team, die is level 29. Dan is het klaar. Oké, dat logisch, want Waterkip is ook level 29. Op level 36 evolueert hij in aan Blaziken. Zeep, je bent als boter geel en zacht. Creepy, oh. Dankjewel. Heel creepy. Zacht aardig, zou je willen. En hoezo ben ik geel? Je weet dat Jolteon geel is. Hi, musical stream! Hi, bitch!
Hé, hey, je vermoordde Rickachu. Nogmaals, het is geen Nuzlocke. We vermoorden geen Pokémon. Zijn jullie duister, chat? Serieus? Ja. Allemaal een timeout van 1 seconde. Jij! Jij was die trainer die een Eevee had. Heb je hem een Pokémon Center gebracht? Jij moet naar een Pokémon Center om je Eevee te... Wat voor een trainer ben jij? Oh. Hij is niet zo aardig. Ik weet niet, maar Yellow Yoshi Game die is nogal een beetje een duistere Pokémon trainer. Hoezo, wat zeg je dan? Die zegt dat ik een Rickachu heb vermoord en daarna noemt hij mij een moordenaar. Nogmaals, dit is geen Nuzlocke. We feinten Pokémon. En voor de mensen die nogmaals in het Engels, Nederlands vertaald, feint is flauwvallen. Ja? Dus als een Pokémon niet meer in staat is om te vechten, is hij eventjes buiten bewustzijn. Hij is niet in een coma, hij is gefeind. Flauw gevallen. Dus dat niks is... ernstigs. Kom op, we moeten het kind vriendelijk houden. Het is geen Nuzlocke. En wat de Nuzlocke inhoudt, is dat als het Pokémon feint, je net doet alsof hij dood is. En dan moet je hem releasen. En dat is duister. Yep. Zeker. Maar goed, wij hebben eventjes een ziekte Pokémon eventjes te fixen. Dus laten wij maar heel eventjes naar de Lighthouse toe gaan. Gelijk eventjes naar boven lopen. Want volgens mij ben ik nog wat itemballs vergeten daar. Itemballs. Windball. En ja, we weten dat Pokémon in het echt inderdaad dood kunnen gaan. In het echt, alsof dat Pokémon echt bestaan, jongens. Serieus. Maar, we weten dat Pokémon dood kunnen gaan, want dat weten we dankzij Lavender Town. Ja. En inderdaad, er lag nog een Eevee-bal. Een itembal. Alles met Eevee vandaag. Duurt de stream nog lang? Ik denk dat ik zo tot 5:10 of zo door zou gaan. 10:05, iets in die trend. Dan is de aflevering ook zo iets af. Hallo Chicken Win! Leuk dat je erbij bent! Oei. Hallo! Dat is een van de donateurs waar we het nog net over hadden. Ja. Nogmaals bedankt voor de donatie. Eevee zit in die bal! Dankzij jou zijn we een stap dichterbij de 3DS Capture Card. Ja, ik heb de tekst ook aangepast. Dat vond ik wel leuk. Oké, nou laten we even kijken. Dragon Claw! Misschien is het nou niet zo'n slecht idee om dan die Dratini toch maar mee te nemen. Nee. Dragon Claw is toch heel sterk? Ja. Maar ja, ik weet niet. Was Dragonite nou niet meer een special attacker? Ik denk dat hij... Goede vraag. Ja. Zee is een Ditto. Eerst is hij een Eevee trainer, dan een Mario, dan een Zubatman, dan een Miltank en dan een Eevee killer. Ik ben geen Eevee killer. Ik zou niet durven. Sinds wanneer Miltank? Ik heb geen idee. Maar ik zeg al, de chat is duister vandaag. Waarom ben je dan nooit meer op de Pixelmon server? Druk. Ik probeer iedere dag toch nog een video te uploaden, dus Ja, je hebt zat video's. Zeep, tot jouw Pokémon Crystal LP wist ik niet veel over Pokémon, nu weet ik best veel over. Ben ik blij om. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, mijn Pokémon Crystal Let's Play is een beetje geïnspireerd door Chuck Conroy. Maar die wou ik in het Nederlands hebben. Omdat heel veel mensen moeite hadden met de Engelse taal die op mijn kanaal waren gekomen omdat ik Nederlands Let's Player was. En daarom wou ik dus in zo'n stijl, zeg ik erbij, dat was dus de inspiratie, wou ik dus de Pokémon Let's Play doen. En het is goed uitgepakt. Yep. Was wel een enorm werkje. Dat wel. Maar het was ook een van je beste Let's Play. Naar mijn mening. Jasmine. Het is een leugen. Het is een leugen. Dat is geen Ampharos. Eevee was ook geen Eevee. Jasmine? Welterusten, ik ga slapen tijdens de stream. Welterusten, Meertje. Gezellig dat je er was. Lekker. En niet schrikken als het in één keer gaat omweren. Nee, Dragonite is een physical attacker. Oké. Okay. Ja, ik heb alleen maar verstand van Eevees. CP, gebruik Headbutt in real life. Maar ik heb geen opponent. Mumei, kun je even deze kant op komen? Ik kom wel dicht bij mijn beeldscherm, misschien... Oh, hi Zepi, this is Warden Booba. Sorry to keep you waiting. We finally opened the Safari Zone.
Do you know where it is? Ja? Ja? Misschien hebben ze daar Eevees! Misschien hebben ze daar Eevees! Maar zoals beloofd zou ik eerst dit Pokémon Gym doen. Maar misschien hebben ze daar Eevees! Ja, het is een heel klein stukje gras waar, waar de Pokémon zitten. Maar de kant is er nog steeds. Ja, of dat is juist niet gerandomized. Net zoals de... Ik weet het niet. De enige wat nou, tot nu toe wat nog niet gerandomized was... Dat is de Abra van de game, van de game, van die coin case game, van die Voltorb Switch. En het Bugcatcher contest. Ja, die waren niet gerandomized. Nou, het zit op de route zelf. Het zit ook nog een stukje vast. Oh, we kunnen altijd kijken. Maar goed, we gaan eerst naar de Staal-type gym die geen Staal-type gym is. En zal je net zien dat het toevallig wel allemaal Staal-types zijn. Heel erg. Oh, en nou hoeven deze Pokémon trainers niet te battelen, omdat dat ben ik helemaal vergeten. Maakt niet uit, scheelt weer extra tijd. Hallo. Thank you for your help at the lighthouse. But this is different. Please allow me to introduce myself. I am Jasmine, a gym leader. I use the Clang Steel type. Ik geloof er helemaal geen ene neus van. Do you know about the Steel type? Nee. They are very hard, cold, sharp and really strong. Dat kun je zo uit contest halen. Maar goed, wij zijn kindvriendelijk. I'm not lying. Je liegt wel, want je hebt geen staaltypes. Dit is de saaiste gym ooit. Mee eens. Plus het is een leugenaar, want de eerste Pokémon. Gyarathric, level 30 met de aanvallen. Ik geloof Psywave, Stomp, nog iets en nog iets. Geen staal, geen staal. Bite. Oh, en Assurance, blijkbaar. Wat It's not very effective. Niet echt, nee. Oh, Gyarathric, echt serieus. Maak het af met een Quick Attack. Hyper Potion? Begint dat nou al? Bite. Gewoon nog een keer dat je mij dus kon bitchslapen. Nou, dankjewel, Gyarathric. By the way, fun fact, Gyarathric achterstevoren gespeeld is ook Gyarathric. Net als mijn Flevol. Je drain nu de humor ervan uit. Met je label. I use Hyper Drain. Ja, weet ik, Zeep. Ga je weet je de vorige stream nog dat ik bij je een Eevee quiz gaf? Ja, daar herinner ik me nog. Moet nog geüpload worden trouwens. Aggron, wacht. Een staaltype? Dit is de eerste gym die één Pokémon van de type heeft. Ik bedoel, Falkner had geen Bird-type Pokémon. Bugsy had geen Bug-type Pokémon. Whitney had geen Normal-type Pokémon. Morty had geen Ghost-type Pokémon. Chuck had geen Fighting-type Pokémon. Dit is de eerste die gewoon echt een staaltype... Aggron is toch staal? Ja, toch? Ja. Ja. Staal ground, geloof ik. Denk het ook. Ja, ik dacht volledig staal. Staal. Dan ben ik in ieder geval zeker. Ik dacht volledig staal. Nee, want Ember is niet super... Of staal rock. Dat kan ook. Dat kan ook. In ieder geval staal. Ja, dat zeker. Nou ja, hij doet takedown, dus hij haalt mij neer en hij haalt zichzelf neer, want hij heeft nog maar 1 HP. Oh. Het is een teken, Zeep. Het teken dat je Eevee gaat vinden die je wel kan vangen. Ik ga er ook helemaal van uit. Oké, wat is de volgende Pokémon? Of moeten we nou eerst de Pokémon eruit gooien? Oké, bij twijfel... Object. Boompje, want we moeten extra geld krijgen. Oh. Oké, laatste Pokémon is een Chikorita. Level 35. En ze maakt een opmerking over staal. Dat is wel dicht bij Aggron. En het gebruikt lightscreen. Ach ja, wij gaan gewoon Fury Cutter spammen. Kijk hoe ver dat we ermee komen. Dus lightscreen, sweet scent. Heeft deze überhaupt wel een aanval? Nee. Waarom ben je zo gek op Eevee? Omdat sinds dat ik Pokémon eigenlijk keek, vond ik Eevee, toen ik de Eevee aflevering zag, was Eevee mijn favoriete Pokémon. True Pikachu.
Pikachu vond ik wel leuk, maar het was niet mijn favoriet eigenlijk. Oké, deze Chikorita kent dus Nature Gift, Reflect, Sweet Scent en Body Slam. Ik heb ze alle 6 opgenomen. En daar zitten we eigenlijk een beetje met een dilemma, want Waterkip en Boompje zijn allebei neer. Het kent geen grastype aanvallen, dus ik zou Noot in kunnen zetten, maar laten we voor op Jaxel gaan. Mijn twijfel op Jaxel. Doe het, bud! Maar Erik, sinds wanneer ben jij een fan van Magikarp? Eigenlijk is dat nog vrij recent. Ik vond altijd wel de troll van Pokémon leuk, maar pas toen ik het idee kreeg om een Pokémon cosplay te doen, vanaf dat moment ben ik helemaal dol op Magikarp. Ja. Ik krijg trouwens eventjes hier een hele leuke comment binnen. Dus die moet even voorgelezen worden. Hoe kan je die Chikorita nog geen Meganium zijn? Leer je Pokémon laten evolueren, raar mens! Ja, niks hè. Jongens, we zitten trouwens met een lastig pakket, want Objectsol die heeft nog maar 6 HP en is paralyzed. Ik wil geen items gebruiken. Objectsol is neer. Oeh. Oh. Deze Chikorita kan nogal lastig gaan worden. Het kent geen grondaanval. We gaan gewoon Noot inzetten. Ik bedoel, we kennen Pack. Dat is een flying type aanval. Oh ja, inderdaad. En ja, het kent geen grastype aanvallen, dus it's super effective. It's something. Alleen die body slam die is heel erg sterk. Noot, kom op, overleef dit. For the motherland! Nou, daar is weer een body slam. Noot is ook neer! Uh-oh. Wacht, we hebben Buggerboy, die kan vacuum wave. Die gaat altijd als eerste. En het is genoeg! Buggerboy wint! Yay! Woe! Dat is best wel close geworden. Ja, dat was echt even close. Welterusten, Jorin. Was gezellig dat je erbij was. Rustig. Wing Attack! Hè? Buggerboy kan eindelijk iets fatsoenlijks leren. False Swipe. Ja, Pursuit kan weg. Dat is niet zo erg. I wanna be the guy. Nee, dat is me vaak gevraagd en mijn antwoord blijft hetzelfde. Mijn antwoord blijft gewoon hoe dat we Feebas hebben genoemd. Well done! Hou je mond, Snol. You are a better trainer than me, both skill and kindness. And according to the league rules, I come for upon you this badge. Yay, we hebben de mineral badge. Woohoo. Toen zeiden we nog, deze gym is echt saai. Nou, eigenlijk was het best nog wel een beetje spannend. Ja. Yeah. With that badge, all Pokémon Glowed and Trainer Pokémon will up to up level 70 will obey you without question. And please take this too. Was dat niet Steelwing? Ja. Yeah. Iron Tail. Ik ben zo goed met TM's te onthouden. Maar goed, het is de eerste gym die we dus tegen zijn gekomen die eigenlijk een type had van de gym die ze... Mam! Oh. Mam, elke keer als ik een badge heb, wil niet zeggen dat je dan mijn geld mag spenderen voor nieuwe strijkijzers en keukengereedschappen. Snappie? De kleine krokodil. Maar ja... Het enige wat zij heeft, is de keuken. Ze heeft niet eens een eigen kamer. Dan gaat ze zelf Pokémon trainen en geld verdienen. Dat is misschien eigenlijk wel een goed idee, ja, inderdaad. Ja. Waarom moet ze mijn geld hebben? Wat vind je het beste let's play die je zelf ooit hebt gedaan? Oef. Als ik een suggestie mag geven, ik denk Scarlet Sword. Nee, eigenlijk vond ik Windweken leuker. Toen kwam er in mijn ballen een reactie binnen. En dat was toen van de Windweker. En toen wou ik dus antwoorden. En op de achtergrond speelde die Let's Play, die speelde gewoon nog af. En die audiocommentaar die was aan het lopen. En ik was daarnaar aan het luisteren, wat ik aan het antwoorden was. En ik maakte een opmerking, ik weet niet meer welke aflevering dat het was. Maar dat was zo hilarisch.
Toen ben ik die Let's Play gaan kijken van aflevering 1 tot aflevering 5, geloof ik. Gewoon op achtergrond. Ik heb in een deuk gelegen en ik lig normaal gesproken nooit in een deuk van mijn eigen grap of iets, maar... Ja... Waarom dat bij die Let's Play gebeurt, ik heb geen flauw idee. Ze heeft, ja, die moeder heeft geen geld, geen eigen geld. Daarom neemt ze dat van jou. Dat is ook duister. Pokémon is duister. Serieus, dan moet ze zelf gewoon Pokémon gaan trainen. Dat is een goudmijn, joh, die je ermee verdient. Dat is hetzelfde als dat je bij Silverscope alles doet. Waar je zin in hebt. Ik bedoel, Silpco, die heeft alles, alle rechten bijvoorbeeld van de Pokéballs. Dus als Silpco in één keer zou zeggen van, Pokéballs die kosten 3000 euro per stuk. Damn. Dan heb je een dure Pokéball. Behalve dat dat geen goede marketingstrategie is. Nee, want niemand zou dan je Pokéballs kopen. Yep. Dat zou niemand meer je Pokémon in Pokéballs houden. En gewoon los. Maar ja, hoe vang je ze dan? Zoals aflevering 1 Ash met zijn pyjama probeert. Ja. Die probeert namelijk een Pidgey te vangen. Pokéball werkt niet. En die pakt dan zijn pyjama. Ja, dat is niet zo handig. Oké, nou, we zijn in ieder geval op route 47. We kunnen hier dus weer wat trainers tegenkomen, want we gaan onderweg dus naar de Safari Zone. Leuk. Yay. I'm so excited. You can see it by my voice. Duister. Ik ben duister. Yellow Yoshi game. Pas op, bro. I'll get you next time, Steven. Next time. Don't start, sir. Ze is wel vaak bij Oak. Nee, dat is de moeder van Ash. Inderdaad. Loundred. Die hebben we ook al vaak gezien. Mm-hmm. Want dit keer is geen professor Oak, maar professor L. Professor Boom. Ja, zou... En in de volgende game is het professor Birch. Wat is het met al die normal types eigenlijk die we tegenkomen? I'm gonna battle with an Igglybuff because he's super strong. Double kick. Dum, dum, dum. Dag Igglybuff, tot ziens maar weer. Bedankt voor het verspesten van mijn tijd. Da, da, da. Poké battle, gotta do it now. Ik keek hem in zijn ogen aan. Hij zegt: Mom, ik ben een teamsong aan het zingen. Mom. Ja, heel leuk dat je mijn geld weer hebt gespendeerd. Hier, heb je alles. Bel me alsjeblieft niet als je mijn stuff... Als je mijn geld gebruikt voor een week van wat random stuff. Titel van de video. Mom. Stop met mij te bellen, mom. Ik vind het niet meer leuk meer, mom. Cliff Cave. If you see a fork in the road inside a cave, most likely one way is right, and the other leads to a dead end. But people can't help trying both. You wanna go up the ladder, or go down the ladder? Nou, Robin die zegt naar boven, dus dat zal waarschijnlijk zelfmoord zijn. Nee. Waarom moet ik naar boven dan? Omdat het weg is. Random encounter! Ja, Venusaur! Gotta find him now! Ik hoop op Leafeon! Maar jij wilt toch naar de... De ding is toe, naar de... Ja, maar er lag daar nog een itembal. Ja. Is het waar? Het kan normaal. Screw jou, Dialga. We hebben jou al überhaupt... We hebben jou al gevangen. Wat doe je op de tweede plek? Ja, hij is de Pokémon... Of de legendary Pokémon tijd, hè. Hij kan zichzelf plaatsen in de tijd. Don't care. Legendary counter 22. Ding. Of 23, ik weet het niet meer. Jirachi! De wens Pokémon. Ofzo, Generation 4. Ja. En nee, er komt nog steeds geen legendary counter.
En dit krein kent rest. Zullen we überhaupt... Nee, ik heb geen zin om dit beest te vangen. Het kent rest, dit gaat heel veel tijd kosten. Ik wil een Eevee. Screw die legendaries. Screw them. Gotta screw them all. Pokémon. Ik heb ook geen flauw idee wat voor type dat wat het is. Het boeit me niet meer. Dus we hebben hier in deze cave gewoon twee legendaries. Twee. Legendaries. En was de item het waard? Daar gaan we nou naartoe lopen. We hebben eerst een trainer battle die we daarvoor moeten verslaan. En dan kunnen we naar de item. I don't care of het nou mythical is. Ik weet dat er een film over is gemaakt en dat is mijn boek automatisch gewoon een legendary punt. Plus, er zijn meerdere legendaries die tegenwoordig mythical genoemd worden, maar die waren daadwerkelijk legendary. Dus het is gewoon BS dat ze nou mythical zijn, in onze ogen zijn ze gewoon legendary. Ja. Execute, yay. Inderdaad, daag. Gotta buy them all, gotta buy them all. Nou, kunnen we in ieder geval bij die item terecht. I want to buy them all. Ik heb verder geen inspiratie voor de tekst. Dan weet je wat je moet doen. La 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 la. La 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 la. Magikarp, 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 Eevee, 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 Eevee. Magikarp, Magikarp, Vaporeon's Eevee. Gotta catch them all. Gotta catch them all, gotta catch them all. Gotta catch them all, Pokémon! Flareon, Magikarp, Jolteon, Umbreon, Espeon, Vaporeon! Hi, folks, yeah. Nee, oké, dan niet. I don't care about your rap, Pokémon! Oké, we krijgen een double battle. Ik denk dat ik Boompje en Waterkip naast elkaar ga zetten. Ik bedoel... Ja, Boompje moet echt een goede aanval gaan leren, want ik ben er echt een beetje moe van. En trouwens, laten we heel even nog in de cave kijken welke Pokémon dat we daar nog meer tegenkomen. Want het lijkt me sterk dat we daar maar 2-3 Pokémon tegen kunnen komen. Je vergeet Feebas. Feebas is no kind of Pokémon. Speciaal voor jou. Ik hoop dat je het op prijs stelt. Enorm. Wat is een Feebas? Yeah, don't be silly Yellow Yoshi game. Feebas doesn't exist. Oké, je bent sneller als mij en doet payback. Dat moet je juist doen op het moment dat je trager bent als iemand. Ik denk, zeg maar even. Ja, maar dat hoort niet. Zeep, je moeder. Belt ze wel alweer. Moet gaan. Doei Luigi! Doei. Doei. Was het verder dat je er was. Alweer. Wat vind je de mooiste Pokémon? Magikarp. Sylveon. Die is op zich wel mooi, maar ik denk Flareon eigenlijk eerder. Ja, ik weet, dat is een enorme plot twist, maar ja. En dan denk ik niet eens aan een andere Pokémon, zo, maar ja, oprecht, ik kan Sylveon. Ja, nee, sorry, ik zit echt... Ik weet niet waarom, jongens, het spijt me zeer, maar ik zit echt in evolutie. Dat is echt geen gein. Ik bedoel, Pokémon zijn wel leuk en alles. Maar ja, ik heb echt altijd een, ja, special plaatje gehad voor Eevee en evoluties. Dus dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ja, dat zal altijd zo blijven. Yep. Ik bedoel, ik was 10 en ik ben nou ondertussen al voor de 9e keer 20 geworden, dus... Tiende keer toch? Of... Nee, 9 keer. Oké. Tiende, dat is weer in november. Ja, dus ja, dat... En dan begint iedereen al van, goh, ben je al 30? Nee, want je moet ook de eerste keer 20 worden. Ja. Dat vergeten ze steeds. Steeds. En dit is eigenlijk best wel een hele sterke Palitoad. Ja, dan kan, ik ook... dan kan ik ook zeggen dat ik een paar weken geleden voor de 6e keer 10 geworden ben. Dat was echt. Dat kan. Nee. Want je bent voor de 6e keer 10 geworden? Ja. Dus je bent 17. Oh. Serieus, ben je 17? Nee. Oh. Dus dan ben je niet voor de 6e keer 10 geworden.
Nee, swagger gaan we niet leren. Nee. No swagger for you. Ben je met G en A bezig? G en A? Is dat niet Q en A? Mam, ik ben de chat aan het lezen. Het gaat met mij net zo goed als 5 minuten geleden. Wil je me nou alsjeblieft stoppen met bellen? Nee. Maak een zorgen op jouw zoon. Maar mam! Ga niks te maken. Oh ja, we zouden nog even teruglopen om te kijken of we nieuwe Pokémon konden vinden. Maar ja, maar alles veranderde toen Ma weer belde. Oké, nou we gaan gewoon hier even rondjes lopen. Kijken welke Pokémon dat we nog tegenkomen. Hier doen we nog even een paar random encounters. Venusaur zijn we al tegengekomen. Ik denk dat we er hier nog 5 doen. Kijken hoeveel nieuwe Pokémon dat we nog tegenkomen. Daarna gaan we verder richting de Safari Zone. Dus 1 random encounter. 2 random encounters. Yes! Ah, yes! Huh? Echt? Wat? Welke? Ja, want we hebben ook een vertraging. Ja. Ik ga hem gelijk bijpakken. Ah! Ja! Jongens, het is eindelijk zover! Pak de code erbij! We gaan het eindelijk in de evolutie! Die gaat gegarandeerd gevangen worden, inderdaad. Zelfs al moet hij 10 pogingen om terug te gaan om pokeballs te halen. Hij is er! Hij is er! Bedenk alvast maar een naam. Nog niet plaatsen, maar nog niet plaatsen. Alvast. Bedenk een naam, jongens. Bedenk een naam. En je kunt misschien een legendarische Pokémon code winnen. Nogmaals, YouTube, dit is alleen voor livestream, helaas. Maar het is voor de livestream. Ik, Eevee. Jij moet even ruimte maken voor onze Leafeon. Sorry. Oké. We gaan dit doen. Succes. Ah, appeltje-eitje. Ik bedoel, vergeet niet, hè. Je bent wel de beste Nederlandse Eevee-trainer die er is. Inderdaad. Oh ja, joh. Misschien ben je zelfs wel de beste Europese Eevee-trainer die er is. Jongens, dit heeft extra kracht nodig. Nu, Leafeon, met extra veel kracht. Nou, wat er gebeurt... Hij heeft eindelijk een wilde Leafeon gevonden. Yay! Oké. Boompje, jij keert terug. Wij moeten dit slim aanpakken. Op Jaxel! Oké. Jaxel, daar moeten we wel mee uitkijken, want die is namelijk een hele goede attacker. Dus ik denk dat we het beste voorzichtig aan kunnen doen. Maar vergeet niet, Leafeon is een defensive wall. Ik denk dat Headbutt het moet kunnen. Ik denk het ook wel. Zeker, zeker. Heel goed, heel goed. Leafeon staat namelijk bekend om een hele hoge defense en een hele hoge attack. Dus Razorleaf, aangezien dat een special attack is, zal niet zoveel schade doen. Het is echt zijn geconcentreerde modus en weet alles over Eevee te vertellen nu. Oké, hij is nou goed verzwakt, dus dan kunnen we Buggerboy in gaan zetten. Buggerboy heeft ook nog eens een keer resistance tegen zijn Razorleaf aanval, dus dat zal ook nog eens een keer handig zijn. Plus, onze Buggerboy kent False Swipe, waardoor dat we hem op 1 HP kunnen brengen. Dit kan lastig worden in verband met die hoge defensie die hij heeft, maar zoals je ziet, Razorleaf is niet erg effectief. En vergeet niet, Absol, zoals we dus hebben gezien op Jaxel, die heeft niet een hele hoge, ja, special defense. Dus vandaar dat we best wel veel schade namen. Oké, False Swipe nog een keer en dan gaan we ballen gooien. Ball. Een van de beste aanvallen die Leafeon kan leren is namelijk Grass Blade. Of Blade Grass. Maar wat nou Grass Blade? Grass Blade. Oké. Het is heel erg toevallig, omdat ik ben met een Leafeon bezig toevallig in mijn Omega Ruby game. Heel toevallig. Yeah. Oké. Okay. Gotta throw them all, Pokéball! Oké, dit wordt een uitdaging, die wordt spannend. Oh, ik ben hyped, jongens! Wij ook.
Great Ball. Oh, trouwens, het verschil tussen een Leafeon en een Shiny Leafeon? Nee. Bijna niet te zien. Dus misschien is hij wel shiny. Ik heb niet op de Sparkle gelet eigenlijk. Nee, ik ook niet. Ik ook. Weet je wat, we gooien een premierbal. Waarom ook niet? Premier. Sorry. Oh mijn god, jongens, wij hebben gewoon een evolutie. We moeten hem vangen. Ja, we moeten niks. Jawel! En het nadeel is wel, het is de grasvariant van de evoluties. Dus we moeten helaas houden zeggen tegen Boompje als we hem hebben gevangen. But who cares? Inderdaad. Oké, de ultrabal is niet gelukt. Ik ga hier al mijn pokeballs gewoon op gooien. Oké, dan hoop ik stiekem dat je geen Flareon gaat krijgen. Want ik hou echt van deze. 2, 3... Yes! Ja, mooi. Ja. Iedereen, hashtag name. En dan de naam. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat jullie een hele leuke originele naam hebben voor onze Leafeon. Want dit wordt dus een blijvende Perm team member. Onze eerste evolutie. Dus kom met de leukste naam. Zorg ervoor dat er geen punt in zit in verband met dan krijg je deleted link probleem. Ik wil eventjes de naam eventjes ingooien. Leafeon. Ik vind het een hartstikke lieve naam. Maar het is een mail, nou en? Als je een mannelijke hond hebt, dan kun je hem toch ook nog steeds schattig en lief vinden? Lieve John. Even kijken, hoe schrijf je Leafeon met een I-O-N? In plaats van E-ion. Dus Leafeon. Leafeon. Nee, het was echt met een I-O-N. Leafeon. Ja, Leafeon. Maar dan zonder de punt. Dus Leafeon. En dan lief in L-I-E-F? Nou, ik denk dat ik dan eerder voor Leafeon gewoon zou gaan. Gewoon voor de evolutie Leafeon. Dat het echt de punt is. Want dan klinkt het ook echt als Leafeon, maar dan heb je dus niet I-Eon, maar... Of ja, heb je gewoon E-Eon als echt een evolutie. Leafeon. Dus Yellow Yoshi, laat even weten of je de Pokémon game hebt. En dan gaan we gewoon nog heel even kijken, want we hebben nog 3 encounters hier. En we komen nog een Leafeon tegen. Vangen. Nee, we hebben 1 evolutie naar te pakken gekregen, dus we hoeven geen tweede dan te vangen. Ja, Yellow Yoshi heeft gewonnen, dat zei je toch? Nee, je zei eigenlijk Snoopy Timmerman, zet jij deze. Oh, sorry, maar ja. Ik heb geen Pokémon X of Y. Heb je Omega Ruby Alpha Sapphire, een van die twee? Want onderzet, ja, is het jammer. Nou, dan denk ik toch gewoon een stickervel op stuur. Ja, lijkt wel het beste. En dan gaat die code weer terug naar de volgende giveaway. Nee, die heb je ook niet. Nee, dan gaat de code gewoon door naar de volgende evolutie en dan krijg je van mij een leuke stickervel. Heb ik ze hier toevallig liggen? Ik heb ze hier nog niet eens liggen, zo erg is het. Ja, ik had er eentje en dan... Robin, ja, jij had er eentje. Even kijken. GameTubertje heeft er eentje. En dan de volgende. Nee, die heb jij dus ook niet. Nee, dan Yellow Yoshi game, dan maken we er gewoon een sticker wel van. Punt. En dan heeft Yellow Yoshi dan een sticker wel. Ja, dan krijg jij gewoon een sticker wel. De laatste, wat voor de pink. Volgens mij is dat inderdaad de laatste, want ik had 3 sticker vellen. Ja, ik. En vergeet niet de stickervellen, die zijn mede mogelijk gemaakt door GamePit. Moet ik er natuurlijk wel eventjes bij zeggen. Net zoals de codes, die zijn ook mede mogelijk gemaakt door GamePit. Vind ik toch even wel netjes om dat te vermelden. Nou, ik denk dat we als eerste gelijk eventjes teruggaan naar onze Pokémon Center. Want ja, ik heb het gezegd jongens, dit wordt dan maar een langere aflevering, dat maakt niet echt zoveel uit. Op de weg naar de dingen is er ook een Pokémon Center. Is daar ook een Pokémon Center? Ja, maar we hebben namelijk een trainer battle. En daar wil ik Leafeon voor inzetten. Nou, die kan je... Oh nee, dat is nee, laat maar. Ja, top. Hapje. Op welk evenement kan ik je ontmoeten? Ik wil zo graag je in real life zien. En ook een handtekening. Snoopy Timmermans, op mijn main pagina van YouTube, daar staat in de discussies op welke evenementen dat ik aanwezig zou zijn. 10, 11 en 12 juni zal ik aanwezig zijn bij AnimeCon in... Den Haag.
Ja. 2 en 3 juli ben ik op Tomoplay in Berghem, vlakbij Os. Dat ben ik er waarschijnlijk ook. En de rest van de evenementen waar ik aanwezig ben, die staan er ook. Alleen die weet ik niet uit het hoofd welke datums dat het zijn. Maar dat zijn sowieso ook nog First Look, Abunai, Tsunacon, Nishikon, Elfia Winterfair geloof ik dat dat heet. Mid Winterfair inderdaad. Castlefest is ook erg leuk. Misschien dat ik daar dan ook aanwezig ben, want Mumeti sleurt mij tegenwoordig ook overal mee naartoe. Inderdaad, is altijd leuker met meer. Dat zeker. Fairy Tale, niet alles caps alsjeblieft. Foto is dan ook mogelijk natuurlijk, dat gebeurt heel erg vaak bij events, dus dat is geen enkel probleem. Maar dat zijn echt allerlei events waar ik dus aanwezig ben, dus... Dus je hebt heel veel kansen om te ontmoeten. En ik ben iemand, daar hoef je echt niet voor in de wachtrij te gaan staan, want dan weiger ik gewoon. Ja. Tenminste, ik heb het probleem nog gelukkig niet gehad, zelfs bij de First Look, of bij de First Look. Bij de Dutch YouTube Gathering had ik het nog niet eens. Daar had ik weet niet hoeveel mensen achter me aanlopen. Mensen wou dolgraag op de foto. Na 3 uur was ik echt back af dat ik echt gewoon ook even een pauze wou. En toen liepen ze nog steeds achter me aan, dus toen moest ik wel eventjes vluchten. Maar... ja, toen ik zei van jongens, geef me gewoon heel even een moment om even te drinken. Daarna hebben we weer alle tijd om foto's te maken. Toen hebben we weer zoveel foto's door de enige jas, dus... nee, bij mij zal het niet echt snel lang duren. Tenminste, dat wil ik ook zo snel mogelijk door willen laten gaan. Tot het lekker snel doorloopt, tot iedereen een tijd en kans heeft. Yo Lucas, het was gezellig dat je er was. En ik vergeet iets, ik moet natuurlijk wel heel eventjes Boompje vervangen door Lyfion. Maar Yellow Yoshi Game, ben je tevreden met Stikkervel? Daar hebben we nog geen antwoord op gehad. Oh, ja, maar dat vind ik juist dus een nadeel van als je dat soort manieren gebruikt om een spel te spelen. Ik bedoel, fast forward vind ik nooit handig. Nee. Plus, het haalt de originaliteit weg van een spel. Even kijken, had jij trouwens nog die Amulet coin? Want die wil ik wel terug. Je had die, ja. Ja, ik zie het. Kan ik de item zo niet weghalen of kan dat alleen maar in de nieuwe... Wacht, volgens mij kon dat via items in de boxen. Ja. Ja, move items. Welk item heeft deze eigenlijk? Een berry juice? Nu ook niet. Om me helemaal naar Nederland te brengen, maar ik ga weer zeggen tot het mag. 1. Ik woon in België en ik vind het niet erg, maar mijn moeder wel. 2. Als ik mocht gaan, ben ik wel vaak verlegen. Om me helemaal naar Nederland te brengen, maar ik ga wel eens zeuren totdat het mag. Snoepje Timmermans, misschien is het even makkelijk om even een bericht te sturen via ZeldaPlayer20 op Facebook. Daar zal ik dan even op antwoorden. En dan vinden we wel een manier hoe dat het mogelijk is. Want ik heb heel veel Belgische fans gehad die dolgraag mij wilden ontmoeten. En dus via een manier hebben gevonden om dat dus inderdaad te kunnen doen. Er zijn speciale wegen voor, dus... we gaan het gewoon dan zo proberen. Oké, nou de Amulet coin die wil ik even gelijk geven. Want ik moet nou wel eventjes focussen. Want anders wordt het wel een extreem lange aflevering. Want wij gaan nog naar die safari zone. Oké, jij hebt nou de... We hebben de Pokémon bij ons. Dat was toch wel even een slimme move. Tot we teruggaan in die grot. En Lyfion die moet eigenlijk nou de hele tijd, die moet tot en met tot we weer een andere evolutie tegenkomen, moet die dus op de eerste slot blijven staan. Want dan lopen we namelijk met een evolutie achter ons. Yay! Dus dan wordt het vervelend tegen evolutie Pokémon. Oké, nou Yellow Yoshi Game, zou je me dan eventjes ook via Facebook even een bericht, privébericht kunnen sturen? Dan kan ik daaraan vragen naar jouw gegevens om de stickervel op af te kunnen sturen, om die daar naartoe te kunnen brengen. Dus. En dat is wel natuurlijk zo fijn. Gefeliciteerd met je stickervel. Ja, natuurlijk dat ook. Oké, nou we hebben dus Lyfion bij ons. Ik ben zo blij!
Oké, nou. Oké, laten we eens even kijken. Is Livion nog blij met ons? Punt, punt, punt. Nee, Livion is nog niet zo blij, maar dat kan ik begrijpen. Het is een nieuw Pokémon. Die vertrouwt ons nog niet helemaal. Die is een beetje verlegen. Nou, Livion, jij gaat die eerste battle krijgen, maar we moeten er ook voor zorgen dat jij sterke aanvallen gaat leren. Zoals Leafblade. Want jij bent namelijk een fysieke aanvaller. Meertje, probeer zoveel mogelijk privéinformatie privé te houden. Dat is heel belangrijk, ook tijdens livestreams. Zeker. Meertje, nogmaals, probeer dat privé te houden, alsjeblieft. Oh boy, we hebben een... we hebben Waterkip bij ons, dus die kan er wel voor zorgen dat die Pidgey niet lastig gaat worden. We hebben Quick Attack. Dat is eigenlijk een beetje de sterkste aanval die hij kan doen. Ah, Livion, serieus, wat heb je eigenlijk aangeleerd? Oh boy, oh boy, oh boy. Weet je wat, we doen gewoon Razorly voor de stab. En jij doet Ember op Pidgey. Razorly raakt ze allebei tegelijkertijd, als het niet is. Pidgey neemt niet zoveel schade, maar het is genoeg om Pidgey neer te halen. En Kecleon krijgt er ook een enorme type. En nou wordt het een grastype, wat dus helemaal leuk wordt. Want dan kunnen we namelijk onze Cambuskin gebruiken. Onze waterkip. Waterkip. Doe maar even een quick attack. En doe maar dan een ember erop gooien. Hij kan al direct goed samenwerken met waterkip. Oh, nou wordt het weer een normal type. Oké, daar moeten we mee uitkijken. Nou wordt het dus een vuurtype. Ik heb adresgegevens nodig, maar dat is het makkelijkste via Facebook. Want ik moet natuurlijk wel weten waar ik het stikken van naartoe moet sturen. Yep. Oké, nou, Waterkip die gaat een leveltje omhoog. Die gaat ondertussen naar level 30. Livion die staat op level 22. Ik kan eventjes bij mijn DM's kijken of ik nog wel een goede aanval heb eventueel. Headbutt zou ook ideaal zijn om die aan Livion te leren. Nogmaals, omdat Livion is een fysieke aanvaller. Eens even kijken. U-turn. After making its attack, the user rushes back and switches place to a party Pokémon that's waiting. Dat is fysiek. Plus is handig, omdat we Livion in onze eerste slot altijd zo laten staan op het moment. Dus dat zou op zich wel kunnen. Iron Tail, die ken ik volgens mij nog niet eens leren. Ik denk dat ik een U-turn ga leren. Ik bedoel, anders zouden we die TM toch nooit gebruiken. En het is toch een power move van 70. En het is Bug-type, wat eigenlijk best wel een hele goede... Oh, die kan hij niet leren. Ik dacht dat hij die kon leren. Sorry. Dat is een disappointment. Nee. Een Livion die focuspunt kan leren. Alles is mogelijk. Want ik woon helemaal in de Belgische Limburg en dat is pittig ver weg van Nederland. Ja, nou en daar hebben we postzegels voor. Moet ik er een hele postzegelvel op plakken? Dat maakt mij niet uit. Alles voor de fans. Het stikkenvel krijg je. Beloofd is beloofd. Oh, hier hebben we ook nog een grasveld met random Pokémon. Ja, dat zei ik al. Wat zei je? Dat. En we zijn Vulpix tegengekomen, dus dan komen we natuurlijk ook de evolutie ervan tegen. Livion, ren weg. Oké, wat is hier de random itembal? Nog een silk. We hebben 3 silkscarves ondertussen. Dat is veel. Wat voor stickers zijn het? Ik zal daar even nog een stickervel even bij pakken. Nah. Oké, even 5 encounters hier. Shift Try, die zijn we ook al 86 keer tegengekomen. Nogal. Oh boy. Hij geeft mij de vinger. The finger of destiny. Ik vind Nastyplot echt gewoon alsof dat ze de vinger geven. Oh boy. Ik denk dat ik beter eventjes kan swappen. Wel eigenlijk grappig hoe dat hij Nastyplot gebruikt en daarna aanvalt met een fysieke aanval.
Ja, terwijl Nasty Pop en Buffy... Oh, sorry Snoopy, Jelle. Ik hou jullie altijd door elkaar. Sorry. Sorry, ik hou jullie al... Ik weet niet waarom. Nog kal. Lang aan het streamen, denk ik. Smoesjes. Het is alweer 10:30. Ja, ik weet het. Deze aflevering die loopt heel erg lang uit. Maar ja, dat komt ook door die evolutie die we tegen zijn gekomen. Dus ik denk dat we gewoon dit grasveld nog heel eventjes kijken welke Pokémon dat we hier tegen kunnen komen. Grubble komen we nou op dit moment zelfs tegen. Dat is ook weer starter. En daar zijn we op de Safari Zone. Ja, ik denk dat we de Safari Zone bewaren voor het begin voor de volgende livestream. Dat is wel leuk. Oh my god. Welke nu? Welke is het? Snel, zeg het. Papillon. Oh my god. I am the happiness bunny on earth. Al die middelvingers die ze jou hebben gegeven met eventjes aan andere teams. Eén keer krijgen ze achter elkaar. Ja. Yeah. Nice. Nou jongens, we kunnen dus toch nog voor de tweede kast van een code gaan. Nou, bedenk alvast de naam. Is het goed als ik even een hashtag neem in de Skype chat zet? In de Skype chat? Ja, want ik kan niet op Twitch, dat weet ik toch? Jij mag hem gewoon zeggen voor mij. Oh, oké. Okay. Dan moet ik hem even nog bedenken. Maar dan moet je mee wachten totdat we hem gevangen hebben. Ja, dat snap ik. Oh... En hij zat hier al zo, hij zat hier echt al zo om ons aan te kijken. Ah! Alsof dat het voorbestemd was. Ik heb al de hele tijd Vaporeon hier bij me. Ah, Vaporeon, ik ben zo blij, konijntje. Dat is heel jammer dat we Noot dan kwijtraken, maar I don't care. Oh, Noot. Nee, alle staartjes vallen weg. Who cares? Ik hou van de staartjes ook. Maar ik ga hem proberen te vangen in een Great Ball, omdat hij blauw is. Kom op. Vaporeon en Jolteon zijn mijn favoriete evoluties. Je wordt beloond voor je geduld. Inderdaad, deze livestream, jongens. 2 evoluties. Binnen een uur. Wat? Binnen een kwartier zelfs. Ja. Livion in de grot en deze komen gewoon tegen hier in het gras. Wauw. 1, 2. Ah. Kom op, blijf in een ultra... Of nee, in een Great Ball. Blijf gewoon in een Great Ball. Great Balls zijn geweldig. Die passen goed bij je. Ja. Ik zal niet verraden hoe dat ik mijn Vaporeon trouwens heb genoemd in mijn team. Ik zeg er wel bij, mocht ik zo'n naam tegenkomen, instant win. Oh, die, ja, dan... die is inderdaad zo'n leuke naam. Dan weet ik het eigenlijk al, dan heb ik eigenlijk al een instant win. Nou ja, maar niet voor jou, want jij kent hem al. Ja, daarom. Want jij hebt... Ah, trouwens, nee, dat kunnen ze nou opzoeken. Nee, ja. Scrap it. En je hebt het eigenlijk ook al in de stream. Shh. Niet te veel hints overgeven. Ik ben gewoon benieuwd. Kijk of iemand hem kent. Dus niet te veel hints overgeven, gewoon shh. Ik ben stil. Ondertussen blijven wij greepbals gooien. Maakt niet uit, ook al wordt het later een pokebal. We blijven gewoon ballen gooien. Oh, de Eevee hype is real deze stream, jongens. 2 van de 6, hoppatee. 8. Ja, maar je kan er maar 6 gebruiken. Ja, dat is waar. 2, 3. Auw! 2 en 5. Hoeveel Great Balls hebben we nog? 6, oké. Goed, lukken. Kom op, Vaporeon. Oh, hij is sterk. Joh, is een goed teken. 1. Oh. Dat is zeker een goed teken, ja. Sterk is.
Nou, ik vraag me eigenlijk af, omdat de movesets die zijn veranderd van de evoluties in generatie 6. Dus nou vraag ik me eigenlijk wel af over bijvoorbeeld Leafeon. Kan Leafeon Leafblade wel leren in generatie 4? Ik denk het wel. Ik zal wel even kijken. Want Vaporeon, daar weet ik heel veel van wat hij kan leren. Alleen dat het wat uitgesteld is. 2, 3. Yes! Gefeliciteerd. Yes! Nice. Oké, hashtag name. En je name inzending. Oké, Robin, wat was jouw hashtag name? Niet de naam, jouw naam die je net had. Ja, oké. Dan is eigenlijk mijn tweede keus zou zijn Waterwalker. Wie? Water? Waterwalker. Water Walter. Nee, Walker. Waterwalker. Oké. Goed. Yeah. Ja, in Pixelmon heet hij ook Aquamente. En in als goed is ook Omega Ruby ook. Yep. Eigenlijk zijn de namen die ik in Pixelmon gebruik mijn eigen namen ook in mijn team. Nou, Aquarion is dus een feit. YouTube, ik... We wachten nog heel eventjes met YouTube. Lyra, je belt maar aan het weg. Ik moet eventjes een stickervel pakken. Yep. YouTube, het is dus Aquarion geworden. Die gaan we dadelijk bij de volgende Pokémon Center even ophalen. Maar we kijken nog eventjes. Misschien komen we hier nog een evolutie tegen. Dan ga ik echt, dan word ik gek. Nee, dat is leuk op het moment. Je weet maar nooit. Laten we zeggen, we doen nog 5 encounters. Vanaf nu, 5 encounters. Dat zou echt heel lucky zijn als je er nog eentje vindt. Oké, Mistgrievous. Vergeet niet, we hadden daar Sabrina voor die geen moves meer kon leren toen het geëvalueerd was. Dat was dus een hele stomme fout om die mee te nemen. Oh, Vaporeon, wat leuk om je weer te zien! Ik kan het blije gezichtje niet vaak genoeg zien. Maar, ja... Leafeon heeft experience nodig. Oh, watergun. Ouch. Stefan, hoe kun je nu maken? Vaporeon, ja... Rustig. Het is een Eevee battle. Ah, oké, dan mag ik. Laten we zien wie de echte, ware Eevee is. Hoe Leafeon, je neemt best wel veel schade. Deze moet raak zijn. Goed zo. Vaporeon die geeft enorm veel experience. Dus Leafeon die is daar best wel blij mee. Want er gaat best wel levels mee omhoog. En vergeet niet, we moeten Leafeon op level 71 zien te krijgen. Ja. Dat ja. Dat duurt nog wel eventjes. Nou, Leafeon die krijgt gelijk 1 Super Potion. Zo. Die Pokémon-ei heb ik op dit moment wel uitgeleend aan een vriend. Ja, heb je dan Pokémon Omega Ruby of Alpha Sapphire nog op het moment? Of niks. Shift Riders in Counter 3 trouwens. Ja, ik kan het ook hem overstellen. Oh, hij doet Whirlwind. Daar ben ik al helemaal blij mee, want dan worden we gewoon weggeblazen. Oké, okay, bye! Oké, bye! In Counter 4! Walrein! Oh, die is nice. Dat is best wel creepy, want dat is een ijstype. Water, nee, jammer genoeg niet. Ja, dan heeft het weinig nut om nou die code te geven. En de stomme stink iPhone die we hebben gekregen in plaats van een Eevee. En nee, het is nog steeds geen legendary. Ik vind het nog steeds van niet, nee. Is dat niet? Nou, we zitten nou in ieder geval in de Safari Zone Gate. Dus dan kunnen we hier de Pokémon Center in. En voor de volgende keer dan kunnen we dus Vaporeon meenemen. Of moet ik zeggen, Aquarion. En dan gaan we dus de Safari Zone in om te kijken wat we daar nog allemaal kunnen vinden. Dus voor YouTube, we hebben 2 evoluties. Ik vind het een geweldige aflevering voor vandaag. Sorry dat het een beetje in overtime is gegaan. Vond je dat zelf nu ook? Laat dat weten door een likeje achter te laten als je daar de tijd voor hebt. En laat een reactie achter als je wil delen wat jouw favoriete momentje van deze aflevering was. Volgende livestream, ik weet niet precies wanneer dat die gehouden zou worden. Ik zou zeggen, sowieso als het gehouden wordt, dan komt het weer op een nieuwe video van, zou dit bijvoorbeeld nou op een vrijdag geüpload worden, dan staat het boven in beeld. Waarschijnlijk nog weer wanneer dat een livestream is dus. En anders kun je altijd updates volgen via Facebook en Twitter. Ik dank jullie voor het kijken. Bedankt voor het kijken naar deze livestream aflevering. Ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Dus. En wil je zelf nou ook trouwens bij een livestream aanwezig zijn?
Klik in de link onderaan de beschrijving naar Twitch toe. Dan kun je op follow drukken. Krijg je een notificatie op het moment dat wij live gaan. Met dat gezegd hebben, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.